Gomaris College in de stad Groningen. Leerlingen volgen van praktijkonderwijs tot gymnasium. In de godsdienstles voor deze 2 HAVO-klas gaat het vandaag over Jezus. Heeft hij echt bestaan of niet? En maakt dat de inhoud van de Bijbel meer of minder betrouwbaar? Ja, ik denk dat het voor leerlingen ook heel belangrijk is om te weten dat het meer is dan alleen maar geloof. Dat er ook best wel wat feiten zijn waar het geloof verder op gebaseerd is. Ik wil natuurlijk wel weten waar ik in geloof. En als hij niet bestaat, dan is het zeg maar, waar geloof ik dan in? Dan, ja, ik weet niet, dan geloof ik dus in niks. Op zich maakt het ook weer niet heel veel uit voor mij, want ik voel gewoon dat hij er is. Dus dan maakt het me ook niet heel erg uit of ze nou zeggen of hij bestaat of niet, want als je hem voelt dan... Een aardlaag is zo oud door de fossielen die erin liggen. En hoe weet je dat die aardlaag zo oud is? Nou, omdat die fossielen erin liggen. Volgens de Bijbel schiep God de wereld in 7 dagen. Toch komt de evolutietheorie ook aan de orde op het Gomaris. Maar alle docenten hier gaan uit van het gereformeerde principe dat God de wereld heeft geschapen. En de evolutietheorie wordt daarbij wel genoemd. Ook als ik het over de schepping heb, noem ik de evolutietheorie. Maar wel heel duidelijk als ook een vorm van een geloof. De kinderen van deze 2e klas ervaren het geloof als een steun bij alles wat ze doen. Letterlijk. Nou, hij helpt je elke dag. Toetsen. Oh. Dus hij maakt jouw proefwerken eigenlijk? Nou, zo in het niet. Maar hoe helpt hij je dan? Ja, hij geeft je de concentratie om te leren.